bij Nathalie. Rots op een nieuwe spoiler en daar heeft ze een paar rondjes mee gereden. Finaalplaats is nu weer rijdend met een oude spoiler. Misschien brengt dat meer geluk, Nathalie. Ik gun het je in ieder geval. Ik heb er geen voorkeur, maar het zou mooi zijn dat zij ook met een blij gevoel deze dag af kan sluiten. En dat geldt natuurlijk ook voor Pieter Langeveld, die daar had nog niet zelf in. Zoeken daar aan, maar ja, jij hebt alles zo paraat, hè? Jij woont natuurlijk op zo'n crossterrein. Heb je wel een huis? Ja, je staat daar gewoon hartstikke gevaarlijk, dus dan is het gewoon beter om even de neutralisatie erin te gooien. Thea er even veilig weg te halen en dan kan iedereen gewoon lekker in volle gas voor deze laatste hier van gaan. Hartstikke goed. Als je je afvraagt, ja, maar die auto die eruit is nog, als het voor jou gevraagd wordt, dan is het de bedoeling dat je dat niet meer krijgt, maar dan mag je niet meer deelnemen aan die. Even applaus. Even door elkaar geschud. De auto die wordt eventjes nog op het middenterrein neergezet. En dan gaan wij onze man vervolgen. De top 10 tot nu toe, na 3 ronde koers, na 3 ronde race is het de Richard Valkenaar, Pieter Langeveld, Benny van Wamelen, Ben Boersen, Jouw Beester, die pas van Spoen, Marco Kamp, Johan Schouten, Luxie Rospies, van Trofee, dat ga ik er niet zo tegen nu, en Joey Sloot, hier rijdt er nummer 100 nog steeds vooraan. Marco Kamp is ook opgeschoven. Ik zit er nog lekker bij op een nu 4e startpositie. Dat geldt natuurlijk ook voor 4-7-6. Jaap T. Snoei en 4-0-6 Ben Boersen. Martijn!
zien waar wat gebeurd is. Op de baan, dat is niet handig. Goed. Wat voor een geel. Dat was een profiel. Nou, dan zien we dat snel genoeg wie dat is. 9 rondes zijn er gereden. Marco Kant heeft de leiding in de wedstrijd gevolgd door Joey Sloven en Johan Schouten. Spicht die houdt het nog steeds goed vol hoor, op die vierde positie. Maar hij moet uitkijken, want zijn buurman Pieter Langeveld, die zit hem in de haren. Die zit hem vlak in zijn nek. Mark Tesselaar met nummer 40 zit er lekker bij op positie nummer 6. Hij wordt 13e en from the UK is Finn Sargent. Hij wordt 14e. Dan hebben we als 15e Stan Eizinga. En Luc Crosspiet zet hem eventjes 2 rondjes voor het einde nog even in het talud. Zonde, zonde, zonde. Lieve mensen, ga niet zomaar weg. Kijk eventjes om je heen. Neem je rommel even mee. En zoals de voorzitter net al memoreerde, hier zometeen achter de commentaarpositie. Bij de kantine, dan krijgen we Map Plaza. Dat betekent biertjes drinken, evalueren, hapje eten, muziek draaien. En om 7 uur, dan hoop ik dat ook iedereen eventjes bij zijn tijdelijk verblijf in de pits ruimte wil maken. En om het hier een succes te maken, de Map Plaza. De prijsuitreiking van de World of Dirt 2022. Voor nu, vriendelijk bedankt voor jullie bezoek. Graag tot morgen bij een prachtig mooie tweede dag van het Speedweekend hier op Texel, de heilige kleine eiland. Wel thuis en tot morgen allemaal. Dank u.